Welkom, goedemiddag allemaal. Welkom kijkers bij een nieuwe Visietalk. Tweede in een serie zou ik kunnen zeggen over het starten op de woningmarkt. Vorige week hadden we hier Arjan Vliegendhart. Die sprak over de gevolgen van corona voor je huishoudportemonnee. En hoe dat ook met name starters raakt. En wat dat betekent voor hun positie op de woningmarkt. Vandaag praat daarover verder Arjen Gielen, bestuursvoorzitter van het NAG. Welkom Arjen. Hoi, welkom. Hoi. Vaste grond onder de voeten van de starter is de titel van zijn talk. En hij gaat het dus hebben over die positie van starters op de woningmarkt. En de uitdagingen die zij op dit moment, met name in de Randstad zou ik kunnen zeggen. Maar dat weet ik niet of je het daarover gaat hebben, ook specifiek Arjen. Maar waar de starter dus tegenaan loopt. Vertrouwde recept kijk je al vaker. Je kijkt dus naar een talk die in één stuk wordt gehouden. Heb je een vraag of een opmerking? Want het zou mooi zijn als we aan het einde wat discussie kunnen hebben. Ik zei al net al tegen Arjen, ik hoop dat Arjen Vliegendhart stiekem ook in de chat zit. Want dan kunnen we nog een interessante discussie krijgen om die twee werelden samen te brengen. Heb je een vraag of opmerking, zet hem vast in de chat. En dan leg ik hem na afloop van de talk van Arjen aan hem voor. Dat was het denk ik voor nu. Geef ik jou graag het woord, Arjen. En dan mag je jouw scherm gaan delen. Ja, dat ga ik doen. Maar heel even wachten nog. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Even een klein beetje aan mijn gezicht wennen. Dan zie je me straks ongeveer 20 minuten niet meer. Dus, we zien jou wel. Jij ziet ons niet, omdat jouw scherm ervoor zit. Ja, maar wij zien jou wel naast je presentatie. Ja. Dan ga ik gewoon heel klein in beeld komen nu vanaf nu. Dan ga ik nu mijn scherm doen. Dat lijkt me wel het leukste. Even kijken. Is dit te zien? Hij is nu aan het laden. Ja, nu kunnen we hem zien. Mooi. Ik hoop dat ik ook een beetje snel kan flippen dan straks. Moet ik maar even aangeven als ik te traag ben met het doorflippen. Want dan zal het even helemaal goed. Oké. Nou, ik heb inderdaad... ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik wil vandaag praten over vaste grond onder de voeten van de starter. En in de titel zit ook de kern van wat ik ga betogen. En dat zit hem eigenlijk in de... wat we wel eens vergeten, dat de vraagkant is er één van de woningmarkt. De aanbodkant ook. Maar onder de aanbodkant ligt eigenlijk een grondmarkt. En een heel hoop belemmeringen die wij denken te zien in het bouwen van meer huizen voor starters, maar eigenlijk voor iedereen, hebben heel erg te maken met hoe die grondmarkt in elkaar steekt. En daar wil ik eigenlijk op door gaan snijden in de loop van het verhaal. Maar ik zal zeker ook praten over... waar Arjan Vliegendhart vorige week mee aan de slag is geweest. De kant van de vragers, hè, dus de starters zelf, of in ieder geval de woonconsumenten, hun financiële positie. En ook het beleid wat daar gevoerd wordt. En uiteraard ook aanspreekbaar op wat wij bij NAG doen, want dat is natuurlijk altijd het leuke van zo'n sessie als deze. Ik ga daar naartoe en ik heb nu een andere slide. Is die te zien zo? Die is perfect in beeld. Ja, gaat helemaal goed. Erg leuk om even deze twee logos naast elkaar te zetten. Want er is een hele belangrijke link tussen ons. Natuurlijk is het een belangrijke link omdat ik Tom van der Lubbe regelmatig tegenkom. En die belt me bij nacht en ontij om over van alles te praten. Onder andere over starters. Dus dat hij verheugt zich ook heel erg op je talk, geeft hij aan. Dus, dus is hartstikke leuk. Is ook heel erg leuk. En ik vind het ook inspirerend om af en toe met hem van gedachten te wisselen. En zo heb ik ook via hem heb ik Visie een beetje leren kennen op een afstandje nog steeds. Want ik ben er nog steeds niet geweest. En dit was een mooie gelegenheid geweest. Wat ik een andere leuke link vind is dat jullie een great place to work zijn. Al een tijd lang. En sterker nog dat jullie dit jaar een top 1 positie hebben bereikt voor kleine bedrijven. En wij hebben net een sessie gehad hier bij ons met de hele organisatie. We zijn met z'n 90'en. In één Teams meeting. En dat ging heel met name over great place to work. En wij zijn wel gecertificeerd. Maar we zijn nog geen nummer 1. Dus, en dat vind ik heel leuk om te merken. Ik denk dat jullie heel duidelijk ook een hele mooie cultuur hebben als organisatie. Een mooie insteek, een hele consequente cultuur. Medewerker voorop en dan de klant. En heel mooi gekozen, heel mooi ook om te zien hoe enthousiast jullie daarmee omgaan. Bij ons was het al een enorme move een paar jaar geleden om te zeggen dat de klant centraal moest staan. Dus wij houden het daar toch wel bij. En wij hebben een maatschappelijke missie natuurlijk. En wij hebben ook een missie die steeds meer is gericht op het veranderen van de mogelijkheden voor consumenten. En op het meer toespitsen op behoeftes van verschillende groepen consumenten.
wat we voorheen een algemene standaard boden. En in die verandering zijn wij ook enorm in beweging gekomen als organisatie. En zijn we steeds meer agile aan het werken en met elkaar ook purpose-gericht aan de slag. En ik herken daar heel veel elementen in als ik met Tom over de organisaties praat. Dus heel erg leuk om dat te doen. Leuk om hier te zijn. Mooi. En even heel kort iets over NLG, maar ik ben sowieso natuurlijk heel benieuwd naar allerlei vragen die er zullen komen. Die zullen ongetwijfeld ook over NLG gaan. Kijk, wij zijn natuurlijk een instrument, we zijn een organisatie, maar ook een instrument dat werkt richting de, zeg maar, de vraagkant van de woningmarkt. En de vraagkant van de hypotheekmarktkant eigenlijk. We bieden iets voor consumenten wat iets zou moeten toevoegen aan de markt. Wat iets unieks biedt. En dat proberen we ook steeds weer opnieuw uit te vinden. Maar het gaat altijd over de mogelijkheden die starters hebben om toe te treden tot de markt. Of de mogelijkheden die mensen hebben die al een woning hebben om hun woning te verbeteren. Of, en dat is denk ik ook een hele belangrijke om weer eens te noemen. Wat ook weer echt weer in beeld gaat komen. De mogelijkheden die je hebt om in je woning te blijven wonen als je in de problemen komt. En in het geval van een toch een gedwongen verkoop als je echt in de problemen bent gekomen. Natuurlijk de kwijtscheldingsregeling. En in die drie elementen, hè, de toegang en ook de verbetering van de woning, maar ook het behoud van de woning, daar zit onze missie ook echt in. En daar zien wij dat wij een rol kunnen spelen en willen spelen. In het verleden, rond de eeuwwisseling toen we net een beetje echt op gang kwamen, na 25 jaar geleden opgericht, zijn we heel erg begonnen met het ontwikkelen van standaarden voor leennormen. En dat hebben we toen samen met Nibud gedaan. En die leennormen zijn uiteindelijk ook in de regelgeving terechtgekomen. En Nibud is daar nog steeds, denk ik, een hele belangrijke en goede speler in. Dus hartstikke leuk dat Arjan hier vorige week was. We hebben in de crisisjaren enorm geïntensiveerd op de beheerkant. Dus het intensief beheer, het preventief beheer, samen met geldverstrekkers om dat beter te maken voor consumenten. Die tijd is ook onze woonlastenfaciliteit in de eerste vorm ontstaan. Maar ook de herkutregeling en dergelijke, dat soort zaken. Daarna zijn we ons heel erg gaan richten op toegang, op specifieke groepen. En hoe kun je nou voor mensen die, met name mensen met een onzeker inkomen, dus flexwerkers, uitzendkrachten, maar ook zelfstandig ondernemers en zzp'ers, hoe kun je daar nou hypotheken makkelijker voor toegankelijk maken? En daar zijn we op dezelfde manier als vroeger met de markt samen mee aan de slag gegaan, bij initiatieven aangesloten of zelf initiatieven genomen. En daar hebben we heel veel nadruk op gelegd in de afgelopen jaren. En daar heb ik wel een mooie rol kunnen spelen, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd naar jullie visie daarop. En recent zijn we met z'n allen, denk ik, weer aan het kijken van... daar komt opeens een hele onverwachte, spannende tijd aan door corona. Een hele paradoxale tijd, waarin er een golfbeweging aan gaat komen, maar er nog niet is. Die terugtrekkende branding die we allemaal ervaren. Maar ergens komt er een golf. En de vraag die wij ons vooral stellen is, wat is de aard van die golf? Wij denken dat er vooral heel veel betalingsproblemen gaan ontstaan. Maar misschien niet eens zo heel erg veel verkopen met restschuld. Maar misschien wel. We weten dit echt niet. Hè. Het is een onzekere tijd. Gaan we echt huizenprijsdalingen zien de komende periode? Dan zijn gedwongen verkopen ook heel kostbaar voor consumenten. En zullen we ook zeker kwijtschelden uiteraard. Maar wij denken dat we veel meer bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van de betalingsproblemen. Of het oplossen en het kunnen blijven wonen. Dus het woningbehoud staat weer helemaal bovenaan bij ons. En dan ga ik naar het thema, de starters. Dat is eigenlijk een verdekte opstelling hoor. Want het gaat wat mij betreft, wat ik net al zei, ook heel erg om grond en de grondmarkt. Maar de essentie is een beetje dit soort berichten die tuimelen over elkaar heen. We hebben natuurlijk de week van de starter gehad, hartstikke mooi. 2,5-3 jaar geleden of zo zat ik in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer, ook over de starter. En over de problemen daar, en eigenlijk is er niks veranderd. Nou ja, er is wel iets veranderd. De huizenprijzen zijn nog een keertje verder gestegen. En het probleem stapelt zich maar op en stapelt zich maar op. Het wordt steeds erger. En je ziet ook in allerlei, op allerlei manieren zie je dus dat er echt enorm aan het schuren is. En dat die starter weinig toegang krijgt tot die markt. Dat mensen dat ook zien als toegang tot vermogensvorming en dergelijke. En dat er heel veel politieke druk is om iets te doen. Dan komt er een verlaging van de overdrachtsbelasting of op nul. En dan komt daar weer een heel ingewikkeld debat over. Het is heel veel gaande om maar te proberen om die starter te helpen. En ergens in die discussies is er wel eens een geluid dat bijvoorbeeld van DNB of AFM komt. Maar ook wel af en toe van ons. Van, ja, is allemaal leuk en aardig. Is allemaal heel goed en heel belangrijk.
Aan de andere kant is het ook onverantwoord, soms, voor starters. Om maar geholpen te worden om toegang tot die woningmarkt te krijgen. Want soms leidt het tot onverantwoord veel lenen. En sowieso leiden maatregelen die alleen maar starters het meer mogelijk maken, misschien wel tot een verdere verhitting van de woningmarkt en een verdere druk op de prijs omhoog. En het voorbeeld wat ik steeds merk als wij in gesprek zijn in Den Haag of ergens anders, is dat mensen, ik was van de week ook weer in Amsterdam, ook in een debatje, dan gaan mensen zeggen, ja, die kostengrens van de NHG is eigenlijk te laag. Moet die niet omhoog? En dan denk ik van, ja, begrijpelijke vraag. Als we die omhoog zouden doen, dan zie je dat mensen niet meer door de kostengrens van NHG worden belemmerd, maar de loan-to-income ratio. Dus de leennorm ten aanzien van het inkomen, die wordt dan knellend. Maar wat is het probleem? De huizenprijzen zijn gewoon knetterhoog in Amsterdam. En dat betekent dus dat je met een bepaald inkomen gewoon geen huis meer kan betalen daar. En als je dan probeert aan de vraagkant nog iets te stimuleren, dan heb je misschien wel heel erg perverse effecten. Want misschien dat wij dan wel zorgen dat de prijzen nog harder stijgen in Amsterdam. En daar hebben die onderwijzers en politieagenten en verplegers helemaal niks aan. Er zit een hele nasty spanning op die discussie. Omdat onze instrumenten op korte termijn heel erg aan de vraagkant zitten. En we overal merken dat eigenlijk het probleem zit aan de aanbodkant van de woningmarkt. Nou, ik vond de quote van Laura van Geest wel mooi van de week. Die legt ergens de nadruk op, de problematiek voor starters. Of het wel verantwoord is dat mensen zoveel lenen. Ik vond het wel een beetje jammer, want ze maait een klein beetje het gras voor mijn voeten weg. En ik ben het ook niet helemaal met haar eens. Maar in principe is dit aspect ook voor ons bij het NHG in het kader van verantwoorde woonfinanciering dus echt een probleem. Je kunt niet zomaar meer leenruimte gaan bieden. Dat is natuurlijk helemaal niet zo verstandig. En tegelijkertijd willen we iets doen met de start. Nou, ik ga naar de volgende slide. Want ik ga even één stapje opzij maken. Dit is een heel gevoelige discussie, starters. En van de week had ik ook een hele gevoelige discussie in Amsterdam over het middensegment in Amsterdam. De middenhuren en de middenkoop. Overigens, de middenkoop is daar 4 ton. Middenhuur is 750 euro tot 1200 euro. En heel vaak kom je dan in discussies over ik ben voor dit of voor dat, of ik ben tegen. Of dan krijg je discussie over standpunten. En wat ik dan probeer te doen zo af en toe, en tegenwoordig worden we daar geholpen door de argumentenfabriek in Amsterdam, is om te kijken wat er onder die ijspuntjes van die standpunten zit. En dat is eigenlijk heel vaak, is dat tegenstrijdige standpunten hebben voor een deel te maken met tegenstrijdige belangen van degene die standpunten innemen. Of het economische belangen zijn of politieke belangen, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn belangen die strijdig kunnen zijn. Maar als je het niet meer hebt over de standpunten, maar over de belangen, de onderliggende belangen, dan zie je al dat je een klein beetje meer overeenstemming kunt vinden. Want soms zijn er toch echt wel gezamenlijke belangen te behartigen en daar kun je zoeken naar oplossingen. Terwijl de standpunten heel erg ver aan elkaar lijken te liggen. En wat wij proberen te doen, ik zit in een denktankje met de argumentenfabriek en een aantal andere mensen, is nog één laagje dieper gaan. En dat is naar het niveau van de waarden die je wilt nastreven op de woningmarkt. En als je dan kijkt, standpunten staan uiteen, belangen zijn strijdig en een klein beetje gelijkopgaand, dan zie je dat als je over de waarden praat, dat er nog veel meer gezamenlijkheid is. Dus we hebben heel veel waarden waar we het met elkaar over eens zijn. Dus heel veel discussie kunnen we eigenlijk overslaan in de politiek, maar ook in de media. Als we eerst even met elkaar zeggen, ja, maar we zijn natuurlijk allemaal wel voor een toegankelijke woningmarkt. Laat dat even duidelijk zijn. De vraag is meer hoe we het willen gaan doen. En als toegankelijkheid strijdt met iets anders, natuurwaarde om te bouwen bijvoorbeeld, dan weten we dat daar echt een strijdende waarde is. Maar ook daar kun je dan zoeken naar oplossingen. En zo kom je tot de kern van wat je wil oplossen. En in deze aanpak voel ik mijzelf heel erg thuis. Want vanuit NHG hebben wij een heel belangrijke waarde, tenminste ik voel dat altijd elke dag, die we willen borgen. En dat is de waarde die ik hier linksonder heb aangecirkeld. Je hoeft niet alles meteen te lezen. Rustig aan. En dat is continuïteit. En dat zal ik heel even uitleggen, want het is een persoonlijke motivatie die ik hierbij heb. Eigenlijk een persoonlijke ervaring. Ik heb een tijdje bij de overheid gewerkt hiervoor. En de meest relevante periode daarin was de periode voor deze baan bij NHG. En dat was midden in de crisis. En dat is nu inmiddels 10, 13 jaar geleden dat dat allemaal plaatsvond.
En de oorzaken ervan, de gevolgen voor onder andere de woningmarkt, maar nog veel meer gevolgen. En ook nog hele ingewikkelde grote oorzaken. En wat ik daar dus echt merkte was dat alleen in een grote crisis is er bereidheid om forse stappen te maken. En eigenlijk kom je er dan achter dat heel veel zaken die moeten worden opgelost achterstallig onderhoud zijn. En dat komt zo binnen in zo'n crisis dat je denkt, dit moet echt anders, zodat we in de volgende keer, als de cyclus weer omlaag gaat, dat we dan veel beter voorbereid zijn. En daar voel ik me enorm voor gemotiveerd. En dat is ook een van de redenen waarom ik heel erg snel ja zei tegen NAG destijds. Omdat wij proberen ook die rol te spelen om te helpen in de stabiliteit van de woningmarkt, door restschulden op te vangen, door toegang te bevorderen en door op te passen niet procyclisch te zijn. Terwijl we wel natuurlijk aan die vraagkant zitten. En die continuïteit, stabiliteit, ook duurzaamheid, de houdbaarheid van keuzes die je maakt met elkaar, bestendig tegen een conjunctuurcyclus, dat is voor mij een hele belangrijke waarde. Maar gek genoeg is dat natuurlijk helemaal op de woningmarkt niet de enige waarde. Juist niet, zou je zeggen. Een heel groot deel van de discussie over de woningmarkt gaat over rechtvaardigheid, toegang voor groepen tot de markt. Nou, die starters is precies zo'n voorbeeld. Maar ook vrijheid, keuzevrijheid van mensen om te kunnen bepalen waar ze wonen. Autonomie, ook het feit dat een huis een vermogensbestanddeel is. Het is een ticket naar een meer financiële zelfstandigheid. Maar ook je empathie. Ik bedoel, je hebt een eigen huis, een eigen thuis nodig voor je zelfontplooiing. Solidariteit speelt mee. Er zijn allerlei waarden. En die passen heel mooi in het plaatje daaronderin. En als je deze met elkaar bespreekt, dat hebben we in het DenkTank nu een paar keer gedaan. Ik deed het ook afgelopen dinsdag in Amsterdam. Dan merk je dat je hele interessante gesprekken krijgt. Maar het belangrijkste ervan is dat het interessant is om jezelf af te vragen, wat vind ik nou de allerbelangrijkste waarde op de woningmarkt? Welke aantallen titels die ik hier zie, welke spreken mij nou het meest aan, waar wil ik echt voor gaan? Nou, mijn persoonlijke antwoord is, daar linksonder, dat ik het soms frustrerend vind, hoezeer het moeilijk is om een stabiele woningmarkt te creëren met elkaar, maar ook vooral een uitdaging en heel inspirerende uitdaging vind in de praktijk. Dat wil ik even meegeven aan het begin, want dat beïnvloedt ook mijn keuzes in dit verhaal. En die waarden die gaan we niet echt gebruiken, dus je mist niks als je dat niet allemaal opslaat. Ik wil eigenlijk iets heel simpels doen. We kijken even naar de woningmarkt. En we kijken er even naar in termen van vraag en aanbod. En er wordt vaak in de afgelopen jaren afgegeven op ideeën van marktwerking. En dat is ook allemaal heel logisch, want marktwerking in de woningmarkt, nou, dat is ingewikkeld om dat heel serieus te nemen. Terwijl tegelijkertijd er wel degelijk vraag en aanbod is en prijsvorming. Dus we zien een markt, maar die werkt natuurlijk niet perfect. En hoe kun je nou vaste grond onder de voeten van de starter krijgen, als je serieus neemt hoe die markt eigenlijk in elkaar steekt? Daar wil ik in een redelijk hoog tempo doorheen lopen. Zodat ik aan het einde iets van een schets kan geven en dan daar met elkaar het gesprek over aangaan. En dan ben ik daar vooral heel benieuwd naar. En alvast een voorwaarschuwing, er staat veel tekst op de slides. Dat is vooral bedoeld zodat ik het kort kan houden. En dat ik niet te veel uitweid. En als je iets gemist hebt achteraf, kunnen we die slides nog wel delen. Maar in feite geeft de slide de redeneerlijn weer. Ik heb niet zoveel plaatjes. Ik heb vooral een redeneerlijn opgezet. En die helpt ons dan straks hopelijk om een goede discussie te voeren. Dus even naar die vraag naar woningen. Het klinkt allemaal misschien heel bazaal, maar ik wil toch even langslopen. Er is een enorm toenemende vraag naar woningen. En er is een beperkt aanbod. Nou goed, dat is dus natuurlijk de kern van waar het begint. Er zijn verschillende type redenen waarom de vraag toeneemt. En er een mismatch is. De eerste is heel kwalitatief. Het heeft met demografie te maken, met veranderende wensen, maar ook met metropoolontwikkelingen en dergelijke. Dat is meer kleinere huishoudens, heel andere woonwensen, nieuwe generaties, groeiregio's, krimpregio's, woningen staan op de verkeerde plek. Dus er is een mismatch kwalitatief tussen de vraag naar woningen en het aanbod. En per saldo is er ook een mismatch kwantitatief daardoor. Er moeten op een bepaalde plek veel meer woningen bijkomen. En overal gezien macro is er ook een tekort aan woningen in de komende termijn. En daar komt ook die 850.000 of die miljoen woningen uit die erbij moeten komen. Je kunt dus twisten over de precieze aantallen, maar er is echt een forse vraag naar woningen die nog niet beantwoord wordt. De kwalitatieve verandering van de vraag is daar heel belangrijk in. De financiële kant van de vraag is ook heel belangrijk.
En dat is een beetje nasty, want die heeft eigenlijk niet eens te maken met de inperking van de leennormen van de afgelopen jaren en de inperking van de fiscale behandeling van de eigen woning, want die zou juist moeten leiden tot een wat afnemende vraag, maar wordt gedomineerd door de extreem lage rente. En ik weet niet wie hier echt een rentevisie heeft, maar wij moeten hem af en toe een beetje hebben bij NAG. En in ieder geval kunnen we wel verwachten dat hij nog een tijd lang laag zal zijn. En we gaan natuurlijk allemaal kijken wat hij doet in het kader van corona. Maar zolang Frankfurt reageert met lage rentes op corona, blijft hij lang. En zolang er een enorm spaaroverschot in de wereld is door de vergrijzing, is de druk op een lage rente ook nog steeds heel groot. En die lage rente is heel determinerend voor die enorme vraag. Nou, wat je dan krijgt is prijsstijgingen, blijvende prijsstijgingen. En dan worden woningen meer dan alleen maar een woning. Dan wordt het ook een beleggingsobject voor institutionele partijen, maar ook voor particulieren. En dan krijg je een nasty ding, dat vind ik echt een lastige. Dat is dat het voor starters heel akelig wordt om te zien dat ze misschien net niet meer kunnen kopen. Dat ze misschien achter het net vissen. En daar wordt natuurlijk ook op gereageerd in de media en de politiek. En dat is ook logisch, want je voelt dat het niet meer lukt om toegang te hebben tot vermogensopbouw via de eigen woning. En fear of missing out. En wat er dan gebeurt, is niet alleen een sterk stijgende vraag en hogere prijzen, maar ook de neiging om bij een prijsstijging meer, nog harder te willen vragen. Dus mensen willen proberen om zoveel mogelijk te lenen, elkaar te overbieden. Maar ook beleggers komen op de markt en nemen dus ruimte in. En er komt een hele rare dynamiek. En die dynamiek, dat noemen we dan procyclisch. Die betekent dat als de prijzen stijgen, dat de vraag toeneemt. En dit is een hele vervelende basis waar we in zitten. En dit is ook precies de reden waarom er heel veel waarschuwingen zijn vanuit een AFM of een DNB en ook vanuit ons om te pleiten voor maatregelen die leiden tot meer leenruimte per saldo voor de hele markt. Je zou natuurlijk kunnen kiezen voor meer leenruimte voor de een en minder voor de ander. Is het al een stukje minder procyclisch? Maar dat is erg ingewikkeld politiek om een bepaalde groep uit te sluiten. Dus het is een hele lastige discussie. Dit is het aanjagen van de woningmarkt op een verkeerde manier. Dit is de vraagkant. Dan krijg je de aanbodkant. Nou goed, het is natuurlijk heel helder dat het lang duurt voordat woningen staan. En lang duurt dus ook voordat de woningvoorraad is aangepast. En de bestaande woningvoorraad is natuurlijk het grootste deel. En er komt een heel klein stukje bij elk jaar. Dus hoe snel kan het aanbod reageren? Nou, heel langzaam. En je kunt hier dus heel hoop dingen in benoemen. Je zou kunnen zeggen, vraagbeleid kan dat ook een beetje remmen. Hè? Je kunt dus ook inperken. Maar wat je ook af en toe ziet in het vraagbeleid, is dat het juist het aanbod afremt. Dus denk even aan maximale huren. Als je dat zegt als beleid, dan betekent dat er minder aanbod komt mogelijkerwijze. He, dat is bouwers van huurpanden, die denken nou, dat wordt een beetje ingewikkeld. Dus daar zit ook een lastige dynamiek in, maar het aanbod moet omhoog op de juiste plek en van de juiste kwaliteit. En dat vergt eigenlijk wat ik dan maar even noem, een groter reactievermogen van het aanbod. En voordat het een politieke discussie wordt, want dat is het heel snel natuurlijk, zou mijn stelling zijn dat reactievermogen kan hoger en het aanbod kan omhoog. En meer dan wat we nu proberen en wat we nu met elkaar voor elkaar krijgen. En die intuïtie wordt versterkt doordat je in een internationaal perspectief ziet dat Nederland het reactievermogen van aanbod relatief gering is. Wij springen daaruit. Elke woningmarkt heeft dit probleem, even voor de goede orde. Dus overal is grond en is ruimte om te bouwen is beperkt. In Nederland is het reactievermogen relatief gering. Dus wij kunnen hier echt nog stappen vooruit maken met elkaar. Nou, dan zijn er meerdere onderdelen die het aanbod van woningen betreffen. En ook die het reactievermogen in feite inperken. En waar je dus wel aan kan sleutelen als je zou willen. Ik zal daar heel snel doorheen lopen. Maar het gaat in ieder geval over dat ze moeten natuurlijk gebouwd worden. Of gerenoveerd of ontwikkeld. Of dan ook wat door en dergelijke. De bouwsector zelf heeft die capaciteit nodig. Hè, vlak voordat de PFAS, de stikstofcrisis uitbrak. 3 jaar geleden, iedereen is het bijna vergeten. Was de bouwsector de belemmerende factor voor de bouw. Want de capaciteit was er gewoon niet. Arbeidskrachten, machines, alles. Dus dat is een factor die meespeelt. Maar het vergt ook bouwrijpe grond. En dat betekent de bestemming voor woningbouw. Dat betekent woningkwaliteit moet op orde zijn.
infrastructurele voorzieningen moeten er liggen, van water en gas of elektriciteit tot en met de wegen en dergelijke. Dus het vergt ook bouwrijpe grond. Vervolgens wordt die bouwsector geremd door stikstof als voorbeeld. Hè. Er zijn altijd issues en events die dingen tegenhouden. En die houden ook nog eens een keer de infrastructurele voorzieningen tegen. Dus het helpt niet alleen tegen de bouw, zeg maar, van woningen, maar ook de faciliteiten die je nodig hebt om wijken te gaan bouwen en stadsdelen te ontwikkelen. Nou, daar liggen de oorzaken van vertraagde aanbodreactie en van een beperkt reactievermogen. Dit is natuurlijk gewoon systematisch. Dit is het voorraadkarakter van de woningmarkt. Dat kennen we allemaal. En het kan dus ook heel procyclisch uitpakken en dat doet het op dit moment. Nu is het heel procyclisch in deze periode. En dat, of het nou een bubbel is, dat vind ik altijd een interessante discussie, maar dat vind ik niet de meest interessante. Het is gewoon nu heel procyclisch. Het wordt eerder erger voordat het beter wordt. En dat is voor die starters een hard gelag. En dat is politiek daarom heel moeilijk, want je kent niet zo heel veel op korte termijn. Maar goed, we proberen allemaal wat. Een punt wat ik hier wil maken is dat ik denk dat we nog wel eens neigen te vergeten dat een van de kosten van bouwen is de prijs van grond. Sommige mensen nemen die als een vertrekpunt en kijken dan hoe duur de woning wordt. Ik zou het om willen draaien. De prijs van grond is een resultante van de vraag naar woningen. Of infravoorzieningen of wat dan ook. Dus die prijs van de grond, daar kan je wat mee. Ten eerste, de schaarste veroorzaakt de prijsstijging van grond. En die veroorzaakt weer de prijsstijging van woningen. Dus het is de vraag naar woningen die bepaalt hoe duur die grond is. Dus als je iets aan die schaarste doet, iets aan die schaarste zou kunnen doen, dan kun je een hele hoop stappen verbeteren. En een van de stappen die je kan verbeteren is dus dat procyclische probleem. Dat als je voldoende reactievermogen zou hebben, zou je dat die tik waarin een prijsstijging tot meer vraag leidt, zou je dus kunnen dempen. Dat is alvast één groot winstpunt. En daarna zou je toch iets stabielere woningprijsontwikkelingen ook willen kunnen hebben. En Amsterdam blijft natuurlijk gewoon een regio waar de prijzen zullen stijgen. Dat is onvermijdelijk, dat hebben alle metropoolregio's. Maar die nasty effect aan de vraagkant, kan je daarmee pakken. Maar dan gaan we in een paar stapjes, in drie stappen door de grond heen, door de grondmarkt. En eerst maar eens even de simpele dingen. Grond, beschikbare bouwrijpe grond, is op elk moment onvermijdelijk natuurlijk verticaal. De aanbodcurve is gewoon niet te bewegen. Het is gewoon op elk moment gewoon sowieso beperkt. In een jaar tijd is er geen grondwijziging. Dat duurt altijd tijd. Er is doorlooptijd van bestemmingswijziging, ontwikkeling, woningbouw. Dus op korte termijn is grond altijd beperkt. Dat is natuurlijk heel erg simpel gezegd. Een simpele boodschap. Maar wat betekent dat nou? Dat betekent dus, eerste criterium voor beslissen over grond is tijdig maken van keuzes. Je zult op de grondmarkt zul je vooruit moeten denken. Je moet investeren, vrijmaken, grond vrijmaken, beleid maken met oog voor de toekomst. Of je nou een ontwikkelaar bent, een private speler, of een gemeente, of een rijksoverheid, of wie dan ook, tijdig maken van keuzes. En ook tijdig maken betekent geduld hebben wat betreft de resultaten die je met die keuzes wil bereiken. En mijn persoonlijke motivatie van die ik net aan het begin noemde. Geduld is heel belangrijk, maar het wel maken, die keuzes. Want als je het geduld niet hebt en dan de keuzes uitstelt, dan ben je verkeerd bezig. Wel de keuzes maken en geduld hebben wat betreft de resultaten. Dat is heel belangrijk bij grond, stap 1. Het tweede is, dit lijkt een politieke stelling, maar dat is het helemaal niet. Grond is structureel niet beperkt. Er is in Nederland genoeg bouwgrond. Echt. En dat is niet een lobbypraatje of een... Ik heb er geen enkel belang bij. En ook geen politieke stellingname, dat is het niet. Er is alleen heel veel ruimte in Nederland. En die heeft natuurlijk een bestemming. En daar kun je keuzes in maken. Als je kijkt hoeveel procent stijging voor het woningaanbod nodig is. En hoeveel dat zou betekenen in termen van grondbestemming. Dan zou je met 1% van de 70% landbouw zou je al heel eind komen. Dus daar moeten mogelijkheden zitten. We moeten, om een forse toename van grond mogelijk te maken, moeten we bereid zijn om in ieder geval te zoeken naar de oplossing. En dan ga je naar die waarden toe. De waarden op het gebied van werken, vervoer, natuur, wonen. Hoe kijk je aan tegen steden en dergelijke. Daar moet je het over hebben.
En dan kijken in hoeverre je met een kleine wijziging in het landbouwgebruik van grond tot een grote wijziging voor wonen zou kunnen gaan komen. Als je dat op termen van je waarde zou beslissen. Als je iets wil doen voor de starters en iets wil doen voor de woningmarkt, dan vergt het wat mij betreft stevige keuzes op dit terrein. Dus durven grote keuzes te maken. Je zou bijna zeggen radicaal. Ruimte maken voor wonen. En dat betekent dus ook bestemmingswijzigingen. En omdat je dat, ja, een tweede punt dat ik heel belangrijk vind bij overheidsbeleid, dat moet geloofwaardig zijn. En het is alleen maar geloofwaardig als het rekening houdt met de onomkeerbaarheid van je besluit. Hoe grondgebruik is zo goed als onomkeerbaar. En dat betekent dus dat je alleen maar geloofwaardig bent als je rekening houdt met allerlei andere toekomstige claims. Dus je zult aan ruimtelijke ordening moeten doen. En dat betekent ook, er is een enorme noodzaak voor goede ruimtelijke ordening die net een stapje verder gaat dan in de afgelopen jaren. Wat meer durft te kiezen voor bestemmingswijzigingen ten behoeve van wonen. En daar geloofwaardig in zijn, omdat er ook andere claims zijn. Zoals, ja, of het nou windmolens zijn, natuur, stikstof en dergelijke. Die moet je afwegen. Maar durf te kiezen voor ruimte voor wonen. En dan is er aan de kant van grond, net zoals aan de kant van de vraag naar woningen, is er ook sprake van rare prikkels. En het interessante daarvan is dat het komt omdat iedereen een toekomstgerichte blik heeft. Dus eigenlijk is dat goed nieuws. Iedereen kijkt bij grond naar de lange termijn. En dat betekent dus dat als je continu stijgende prijzen hebt en er geen nieuwe plancapaciteit in de regio bij komt, dat je misschien beter kunt wachten met het ontwikkelen van je grond. Want je grond wordt winstgevender als je er even langer op blijft zitten. En hetzelfde geldt voor een overheid die, als de overheid of de politiek de neiging heeft om heel hard in te grijpen in bepaalde bestemmingen. Ja, dat pleit ik ook, ik pleit hier net voor een stevige. Maar als je heel hard allerlei eisen stelt en stevige eisen stelt aan hoe je de grond mag gebruiken en dergelijke. Maar de markt denkt van nou, een volgend kabinet of een volgende gemeenteraad of volgende college zal wel anders gaan werken. Dan stel je ook uit. Dan ga je wachten totdat er een andere politieke coalitie is. En dan ga je ook dus niet bouwen. Ga je wachten. Dus bij stijgende grondprijzen en een politieke reactie daarop kan er een hele rare dynamiek ontstaan waarin je dus minder aanbod van grond krijgt. Terwijl het gewoon zou moeten kunnen binnen het bestaande systeem. Nou, deze rare prikkel is de tweede rare prikkel waardoor je een pro-cyclische dynamiek krijgt. Dus echt niet alleen maar aan die vraagkant zit een rare prikkel. Echt niet. Ook bij de aanbodkant. En de enige, naar mijn gevoel, maar dat is een intuïtieve stelling, de enige echte prikkel die je kan geven is dan meer grond uitgeven. Als je meer grond uitgeeft, dan gaat de prijs omlaag. Zou je mogen verwachten. En als je dat geloofwaardig doet en tijdig doet, dan kun je misschien deze dynamiek ook eruit krijgen. Dat betekent wel wat. Want dan betekent wel dat bijvoorbeeld het grondbedrijf van de gemeente verlies gaat leiden. Want die hebben grond. Dat betekent dat particuliere beleggers die grond hebben verlies gaan leiden. Dat die moeten afschrijven. Maar ja, het is beter dan ingrijpen in het eigendom. Want dat is in het kader van waarden op het gebied van vrijheid. En ingrijpen in eigendomsrechten, dat doe je niet. Maar wat je wel doet is, ja, er is noodzaak voor woningbouw. Dus we gaan grond vrijmaken voor woningbouw. Dat is mijn derde punt. Nou, dan krijgen we eigenlijk samenvattend wat mijn stelling, mijn beeld is over hoe de woningmarkt werkt en waardoor het dus goed is om met geduld en geloofwaardige keuzes nu een forse, een stevige keuze te maken om ruimte vrij te maken voor wonen. En dat gaat iets verder dan, best wel veel verder dan wat er nu gebeurt. We hadden discussie in Amsterdam afgelopen dinsdag. Ja, de bestaande plancapaciteit is de basis voor de plannen. Geen nieuwe plancapaciteit. Een aantal maatregelen die echt dat extra ruimte leiden, zoals het opspuiten bij het IJ en dergelijke, of de noordkant van Amsterdam ontwikkelen, niet bespreekbaar. En tegelijkertijd zie je de prijzen stijgen en stijgen. Dus je zult ergens keuzes moeten maken. Wil je dat doorprikken? Nou, dan kom ik bij de echte vaste grond onder de voeten van de starters, wat mij betreft.
En mijn hoofdboodschap is daar dus werk maken van aanbod. Ik heb het hier even opgezond wat ik daarmee dan bedoel. Maar dat is echt heel wezenlijk. Dus op het gebied van die grond heb ik 4 punten staan. Waarbij ik het 4 nog even wil toelichten. Want incentives klinkt altijd zo algemeen. Maar ik denk dat het wel goed zou zijn als de Rijksoverheid in een volgend kabinet bijvoorbeeld een prikkel zou inbouwen in de verdeelsleutel van rijksmiddelen naar provincies en gemeenten, waarmee je op een of andere manier de prikkel van het grondbedrijf van grote gemeenten countert. Dus een incentive geven om woningen te bouwen door iets van een verdeelsleutel te geven waardoor je meer krijgt als je meer woningen bouwt. Dat zijn incentives. Andere zijn natuurlijk uiteraard iets van rijksgeld vrijmaken, wat nu ook al gebeurt, maar dat zou dus meer kunnen, om echt het aanbod van die grond te vergroten. Want sommige kosten van grond die moeten worden gedekt uit de waardestijging, zoals voorzieningen en dergelijke. Dit is niet altijd sluitend, die business case. Nou, daar kan je iets op toevoegen vanuit het Rijk. Maar dan moet je wel heel gericht bepaalde plekken in Nederland aanwijzen die daarvoor in aanmerking komen. En je zult ook iets moeten doen met de anticipatie en de speculatie daarin. Maar daar zitten incentives waar je mee zou kunnen spelen. Vervolgens heb je ook nog 2 laatste. Die zitten toch iets meer in de buurt van waar wij het hier ook vaak over hebben. Aan de vraagkant, zeg maar. Namelijk het bevorderen van doorstroom. En het bevorderen van transformatie van kantoren, hè, in deze rare tijd, en winkels, met het oog op starters. Dat kan je voor een deel doen zien als aanbodbeleid. Maar voor een deel is het ook, vanuit ons bijvoorbeeld, vanuit NHG bekeken, met een open vizier kijken naar, kunnen wij die transformatie helpen versnellen? Kunnen wij op een of andere manier in onze voorwaarden normen iets doen waardoor we bij transformatieprojecten mensen sneller ook hun hypotheek daarop kunnen borgen? En dat soort keuzes kun je daar zeker maken. En zo is er ook doorstroom van senioren die naar kleinere woningen willen met een werkelijke lastentoets. Daarmee speel je in feite woningen vrij, het treintje op de woning maar bevorderen. Dus die bevorderen van doorstroom, zijn in feite dat aanbodkeuzes die je maakt. Maar die kunnen wij hier, zoals we met elkaar zitten, best bespreken in onze kant van de hypotheekmarkt. Het laatste punt bij aanbod, daar word ik altijd zelf wel erg van geïnspireerd. Het was ook afgelopen dinsdag weer, maar ook in het kader van NL 2025, dat is een maatschappelijk initiatief. Dat we daar discussies hebben met jonge mensen die zelf een wooncoöperatie beginnen. En ruimte zoeken om te bouwen. Maar ook allerlei jonge mensen die bezig zijn met ideeën om experimenteel te bouwen. Flexwoningen en dergelijke. Maar dan wel in bezit van diezelfde jonge generatie. En dat vind ik een hele interessante zaak. Omdat je toch een beetje een soort van generational divide ziet ontstaan. Tussen jonge mensen die geen toegang hebben tot een eigen woning. En tot vermogensvorming. Wat geen doel op zich is, maar wel een middel. En als ze dan zelf aan de slag kunnen met bouwen en organiseren, en daar zelf ook de vruchten van mogen plukken, dan zie ik dat als een hele mooie experiment. Nou, het laatste punt, dat is toch meer in de wereld waar wij met elkaar echt veel discussie over kunnen hebben, wat we zelf kunnen doen. En dat zit, wat mij betreft, wat NHG betreft natuurlijk ook, maar mij persoonlijk ook, zit heel erg in het samen in de markt aan de slag zijn. Samen vanuit het perspectief van die klant denken. En samen kijken hoe we woonfinanciering beter kunnen maken. Ja, wat ik al even zei, woningbehoud is een heel belangrijk element. Het komt er zeker aan. Of het nou kwijtschelding is, wat echt nodig is. Maar woningbehoud door herstructurering van schulden, het aanpassen van je hypotheek en dergelijke. Daar zit echt een heel belangrijke prioriteit, lijkt mij. Tweede is toegang tot woonfinanciering blijft belangrijk, juist in coronatijden. Want we zien allemaal dat de corona heel scheef impact heeft op sectoren. En mensen en verschillende type mensen in verschillende sectoren. En dat betekent dus ook dat het gevaar ontstaat dat we weer categorisch mensen gaan uitsluiten. Nou, als dat gevaar dreigt, dan vind ik dat we met elkaar moeten kijken hoe kunnen we dat voorkomen. Hoe kunnen we met maatwerken ervoor zorgen dat in ieder geval niet de onrechte mensen worden uitgesloten. Of het nou flexwerkers zijn. Of het zijn mensen in de event of horeca, wat dan ook. Maar focus op maatwerk om te voorkomen dat mensen categorisch worden uitgesloten. Ik denk dat we ook nog steeds moeten blijven kijken naar de financiering van kwaliteitsverbetering. Dat past wat mij betreft heel erg bij de continuïteit. Maar ook bij starters. Dus ervoor zorgen dat die woningen van goede kwaliteit zijn. En tot slot, het klinkt een beetje als een vreemde eend erbij bij digitalisering.
in een hogere versnelling brengen. Ik denk dat we heel erg veel moeten gaan doen met elkaar samen. Om ervoor te zorgen dat we in de keten veel beter samenwerken om dienstverlening te leveren. En dat gaat ten gunste komen van iedereen, alle klanten, maar zeker ook van de starters. Dit was mijn redelijke sneltreinvaart door mijn presentatie hier met veel tekst. Ik wil even hierop wijzen, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Wij proberen echt met die denktank woningmarkt de discussie met elkaar, de dialoog over wat er op de woningmarkt moet gebeuren, één niveautje hoger te krijgen. Steeds meer over de waarden spreken met elkaar. En niet alleen maar over de belangen en de standpunten. Als je erin geïnteresseerd bent, dit is het boekje wat we hebben uitgegeven. En zo nu en dan kun je dat wel vinden op internet, maar ook af en toe wel eens op een livestream hier en daar. Maar bedankt in ieder geval voor de aandacht. Dan ga ik even delen stoppen. Yes, dan kunnen we elkaar weer zien. Dankjewel Arjen voor je verhaal. Interessant, want je noemde Arjen Vliegenthaal natuurlijk ook al even. Die had het juist wat meer over politieke oplossingen. En daar probeer je wat meer van weg te blijven. En in ieder geval wat duidelijk is dat je aan de aanbodkant dingen zou kunnen doen. Even voordat de vragen binnenkomen, want mensen kijken in een kleine vertraging naar onze stream. Dus ik moet even aan mij de eer om de tijd wat vol te praten, totdat die eerste vragen binnenkomen. Allereerst één vraag al is, je noemde vrij aan het begin het reactievermogen aan de aanbodkant. Dat het in Nederland redelijk gering is ten opzichte van de landen om ons heen. Je noemde een aantal factoren die dat reactievermogen bepalen. Maar wat maakt nou dat het in Nederland dat reactievermogen minder sterk? Ik heb nu ook een beetje last met de verbinding volgens mij. Maar ik geef gewoon antwoord. Hoop dat het werkt. Ja, okay. Ik kan je horen. Ja, maar kijk, als je het internationaal vergelijkt, dan komt daar naar voren dat onze procedures lang duren. Waar tegenover staat natuurlijk dat inspraak op zichzelf heel waardevol is. Dus je moet daar goed over nadenken wat je daarmee wil. Maar in combinatie met het idee van insiders en outsiders, ik weet niet of je dat wat zegt, maar als je kijkt naar procedures zijn goed, hè? Inspraak is goed. Mm-hmm. Tegelijkertijd als inspraak zorgt dat de insiders de outsiders buitensluiten, dan is inspraak misschien niet zo heel erg goed. Ja. En not in my backyard en zo, dat soort problemen spelen gewoon. En in Nederland naar verhouding sterker, omdat die procedures sterker zijn. En dus je bent beter beschermd in Nederland, dat is goed. Het heeft ook nadelen. Ja. Dat is een van de voorbeelden. Ja. Ja, je ziet dat natuurlijk ook bij de aanleg van infrastructuur. Kijk wel eens naar voorbeelden als in Frankrijk, waar een TGV gewoon dwars van de een naar de andere plek geleid wordt. En bij ons gaat dat in kronkels met tussenstations. Ja. En het gevaar is natuurlijk dat je dan meteen zegt van, en dat moet allemaal anders en we moeten allemaal meer Frans worden of meer Chinees of zo. Dat is echt onzin, denk ik. Ja. Maar het is een aandachtspunt dat je realiseert dat het niet zozeer de bescherming alleen maar tot vertraging leidt, maar het helpt ook mensen die zeg maar hun positie behouden ten koste van anderen. En als dat steeds meer ten koste van jongeren, in het geval starters gaat, dan mag je dat wel politiek maken. En dan mag je daar best een discussie over voeren. Ik weet niet precies wat eruit moet komen, maar mijn neiging is om te zeggen, een beetje ruimte daar, dat helpt deze jonge generatie. Ja. Nou, de andere punt is natuurlijk dat er heel duidelijke die bestemmingswijzigingen zijn moeilijk. Maar er zijn ook heel duidelijke grenzen getrokken. En als je die, als absoluut ziet, ja, dan creëer je een perfect storm. Want dan heb je dus altijd schaarste. En dan blijven de prijzen gewoon stijgen. Dus de mate waarin je dus niet bereid bent om buitenstedelijk te bouwen en dergelijke. Voor zover dat echt ten koste gaat van natuurwaarden die je wil borgen. Natuurlijk niet. Maar voor zover het daar niet over gaat. Maar het gaat echt over het zoeken naar nieuwe combinaties. Dan moet je daar echt met elkaar open voor staan. En dat is denk ik ook iets wat in politieke discussies echt wel ook wel terugkomt af en toe. Maar soms dan pakken we de standpunten links en rechts. Of ik bedoel maar even de een en de ander. Het is groen of het is rood, maar er zijn combinaties mogelijk. Dus zoek naar die combinaties. En dat wordt ook internationaal gezien wat minder vaak gedaan in Nederland. Ja. En jij noemt buitenstedelijk bouwen. Is daar, je kunt daar iets veranderen natuurlijk in de kaders, in wat er mogelijk is, wat er mag. Ja. Maar
dat is aan de aanbodkant. Moet je dan tegelijkertijd ook niet iets aan de vraagkant doen? Want feit is, hè, dat mensen nog steeds, de trek naar de stad is en blijft groot. Ja, we hebben dat in het verleden natuurlijk geprobeerd met projecten als Blauwe Stad, waarbij we echt geprobeerd hebben mensen ook op andere plekken dorpen te stichten en daar te laten samenkomen. Maar dat blijft toch uiteindelijk, de vraag blijft heel erg achter bij de verwachtingen. Ja, dat klopt. En het is ook wel zo dat ik het hele voorbeeld van die TGV net noemt. Tussen Lyon en Parijs. Dat was het idee dat het dus in Lyon zou groeien. Maar wat er gebeurde, was Lyon werd een slaapstad en iedereen reed naar Parijs toe elke dag. En je weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Hè? Maar verbindingen zijn ook heel belangrijk in de metropoolregio's. Ja. En als je de verbindingen beter maakt, dan zie je zo'n coronasituatie als nu. Dan zie je dat mensen makkelijker op afstand van Amsterdam kunnen gaan wonen en toch zo af en toe even naar de stad kunnen. Dus ik denk dat de bereikbaarheid daar echt een heel belangrijke rol in speelt. Ja. En wat heel akelig is van de stikstofproblematiek, is dat ook infraprojecten stil komen te liggen. Dat heeft dus niets te maken met onze relatief, internationaal gezien, relatief slecht reactievermogen, maar gewoon met hoe zo'n crisis uitpakt. Ja. En dat is echt belastend. Ja. Ja. Ondertussen zijn er wat vragen aan het binnenkomen, dus ik kijk soms met een schuin oog naar de vragen. Michiel, die vraagt, hoe kijk jij aan, Arjen, tegen de leennormen voor starters? Ze mogen wel een hoge huur betalen aan de ene kant, maar bij het kopen aan de koopkant worden ze kort gehouden. Ja, ja. Ja, dit is een genuanceerde discussie. En aan de ene kant zou je willen dat de normen gelijk zijn tussen huur en koop. He, dus eigendomsneutraal beleid en dergelijke. Dus beste overheid, doe je best en maak dat meer eigendomsneutraal. Dat is de ene lijn. En dat is ook, denk ik, lijkt mij de goede lijn. Wat je wel ziet, is dat als je ziet wat een huurwoning betekent in termen van risico's en een koopwoning, dan is er een verschil. Als je kijkt naar een huurwoning en een koopwoning in termen van, bij de ene bouw je wel vermogen op en bij de andere niet, is er een verschil. Ik vind die discussie te genuanceerd om te zeggen, dit moet allemaal gelijk getrokken worden, want op welke basis dan precies? Maar ik merk wel dat we in de praktijk zien we gewoon dat er kleine stappen mogelijk zijn om rare verschillen te adresseren. En dat doen we denk ik ook in de markt en dat doen we ook vanuit NHG. Gebeurt ook overigens, ik weet niet wat Arjan daar vorige week over gezegd heeft, maar ook in de Nibud-normen. En dus ook in de tijdelijke regeling komt dat ook wel best wel terug. Dus die beweging is gaande en dat we daar allemaal achter staan. Dat het op elkaar moet lijken. Maar het is niet zo simpel natuurlijk. En dat is ook wel vaak waar de AFM dan op reageert. En dat begrijp ik wel. Ja. Michte dan. We blijven even bij de normen. Hoe sta je tegenover het meenemen van duo-schulden? Die normen worden volgend jaar aangepast. Zou opnemen van duo in het BKR iets zijn? Ja. Ja, weet je. Ik vind het principieel raar om niet met elkaar gewoon transparant te zijn over alle aspecten die jouw hypotheekrisico's beïnvloeden. Dat is in je eigen belang en dat is in het belang van de samenleving, want ook van de markt. En het maakt alles transparanter en dus beter beheersbaar. En soms is dat een fijne boodschap, want dan valt het mee voor jou. En soms is dat een vervelende boodschap. Dus in wezen is transparantie goed, lijkt me. Dus daar, ja, die beweging gaan we denk ik toch wel maken met elkaar. En ik vind het vooral van belang dat en dat is ook denk ik ook vanuit hypotheekadvies, dat je dat als consument gewoon goed doorhebt, dat dat een risico is wat je neemt. En dat neemt niet weg, hè, en dat is de andere kant, maar dat slaat dus niet door wat mij betreft. Dit vind ik heel belangrijk, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er was ooit een tijd dat er een heel breed draagvlak was voor een sociaal leenstelsel. En een van de argumenten van het sociale leenstelsel is dat de afbetaling inkomensafhankelijk is. Dus het is in feite al sinds een tijd lang, het zijn wel schulden en ze tellen ook voor een bepaalde factor mee, maar ze zijn qua aflos inkomensafhankelijk vooralsnog, als de wetgeving niet verandert opeens volgend jaar. Dus er zit wel een, vind ik, ook weer politiek gezien vind ik dat wel een interessante vraag. Hoe kijk je daar nou tegenaan? En dat doet een beetje denken aan ook hypotheken waarin je de risico's deelt met elkaar. In dit geval is het in feite een schuld die aangaat, zoals een shared risk mortgage, zeg maar. Hè? Zo heb je in feite een shared risk studentenlening aangegaan. En dat is ik vind dat een hele goede systematiek. Ja. Het is ook heel erg, wat betreft de lange termijn stabiliteit, is die systematiek is heel goed.
En dat zou ook bij bibliotheken wat meer mogen. Maar dat is bij studentenleningen eigenlijk al heel goed geregeld. Ja. Frank dan, want we zoomen heel erg in op Nederland nu. Frank zegt, is dit een Nederlandse discussie? Of huren starters in het buitenland eerst en kopen ze eigenlijk pas later, zodra ze in hun carrière verder zijn en meer vermogen hebben opgebouwd? Is dat ook een verschil met het buitenland? Ja, ik denk dat wij wel een bijzondere situatie hebben, maar dat er in alle landen deze spanningen er gewoon zijn. Mm-hmm. Dus aan de ene kant is het wezenlijk voor iedere woningmarkt. En het feit dat je aan het begin van je wooncarrière, aan het begin van je werkcarrière staat en dat er bepaalde, ja, dat huren voor- en nadelen heeft versus kopen. En, nou, allemaal overal hetzelfde eigenlijk. Die dynamiek werkt hetzelfde. Je hebt natuurlijk wel zo dat wij in Nederland eigenlijk geven we mensen de ruimte om meer te lenen in de standaardhypotheken. Ja. Dus door onze leennormen die in die zin ruimer zijn. Dat die zo hoog zijn, is onder andere het gevolg van het feit dat we in Nederland heel slecht middenhuursegment hebben. En dat we nog heel weinig huurwoningen hebben voor starters. Ja. Dus de catch 22 in Nederland is dat we eigenlijk wel liever zouden willen dat mensen misschien even eerst gaan huren en wat sparen en dan wat eigen geld inleggen. Maar dat we als samenleving er niet in slagen om dat alternatief te bieden. Ja. Waardoor je toch weer komt op, ja, maar dan moet je die leennorm niet verlagen. Want dat is dan toch een beetje, dat is dan extra drukkend op die starters. En hoe moeten ze dan hun vermogen opbouwen? Want als ze huren is het heel duur. Nou, dus daar zit een soort van catch 22 in. Maar dat zie je in Nederland dus specifiek sterk, omdat we heel weinig in dat middensegment aan huuraanbod hebben. Ja. We blijven even in het buitenland, want Tom kijkt naar Londen en die zegt, wat vind je van de maatregel daar met betrekking tot buy-to-let, om die te bemoeilijken? Want dat had daar wel degelijk effect, zegt hij. Ja, dat zou ik wel even iets beter... Ja, je bent er weer. Ja, lekker. Dat vind ik iets te ingewikkeld om zomaar te beantwoorden. Maar, want buy-to-let heeft meerdere effecten. Dus, de negatieve kant is dat er nog meer mensen met een beetje vermogen op de markt komen in deze lage rentetijd. En die kopen gewoon een woning en die gaan het heel duur verhuren. En wat die eigenlijk doen is, ze verzorgen voor een nog hardere stijging van de rest van de woningprijzen. Dus eerst maken ze het probleem groter. En vervolgens is het maar de vraag wat ze doen met de huurprijs. En wat gaan ze dan, hoe gaan ze die dan verhuren? En dat is een theoretische exercitie misschien, als je dat zou zeggen. Maar dat is wel wat er in deze gebeurt. En daardoor is er reactie op. En dan is de vraag, tegen welke voorwaarden mogen ze dan verhuren? Ja. Ik weet niet precies hoe dat in Londen werkt. Dus ik vind het iets. Ik weet niet zeker hoe ik dat zou moeten vertalen naar Nederland, eerlijk gezegd. Nou, hier zie je de uitdaging van de vragen die via chat binnenkomen. Dat zijn natuurlijk kleine berichtjes. Dus wellicht dat Tom daar bij nacht en ontij eens een keer contact met je over kan hebben. Ja. Over dit specifieke punt. Het valt me trouwens op in de chat dat er wel heel veel vragen komen over leennormen en dat soort dingen. Maar mensen, we hebben het echt over grond hier ook. Want dat was natuurlijk het belangrijkste punt. Dus ik moedig jullie vooral ook aan om daar specifiek op in te gaan. Tot die tijd blijven we dan toch even bij Duo. Want Hergen die vraagt, wordt Duo eigenlijk niet gewoon te zwaar meegetoetst? En is daarom eigenlijk verzwijgen ook eerder verleidelijk? Want afbetaling in 35 jaar, bij overlijden geen schuld. Makkelijk kunnen pauzeren, een rente van 0%. Dus wordt dat niet eigenlijk, is de toetsing dus niet te zwaar? Nou, ik zou er wel voorstander van zijn om die toetsing te gaan nuanceren, want het is inderdaad, er zitten heel veel aspecten aan. Wat we nu in feite doen met elkaar in Nederland, is niet alleen wij, maar ook iedereen, hè, is een soort van de totale schuld pakken en daar een afslag op doen. En dan nog een kleine aanpassingen, als ik het goed heb. Maar je zou daar iets meer mee rekening willen houden. Dat kan me wel voorstellen. Maar nogmaals, of dat te zwaar is, dat weet ik niet. Ik bedoel, Dat zou je dan moeten uitzoeken met elkaar. En echt eens even goed discussie over hebben. En even alle pro's en cons op elkaar op een rijtje zetten. Of je dan per saldo uitkomt op meer ruimte of minder, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Nee. We hebben best wel een ruwe systematiek in Nederland. Een beetje een paardenmiddel, hè, met die afslag. En maar ik zou dat zeker met elkaar moeten verkennen, denk ik. Ja.
Dan ga ik zelf alvast even terug naar die grond, want dat blijft bij mij toch wat hangen, dat punt net over het koppelen aan infrastructuur. Ik noem dat een voorbeeld van Blauwe Stad, wat niet van de grond is gekomen. Dat had ook met name te maken, denk ik, met achterblijvende verbindingen van uit Groningen en Friesland richting die Randstad. Want daar waren natuurlijk allerlei problemen mee, waardoor dat niet van de grond kwam. Is corona niet juist een kans nu, omdat we merken dat we eigenlijk prima, kijk naar ons nu, hè, we hebben normaal een fysieke talk, maar dit gaat prima op afstand. Ja. We zouden nog wat aan de verbinding her en der kunnen verbeteren. Maar is corona niet juist een kans nu om het wonen buiten de stad aantrekkelijker te maken? Ja. Nou, ik denk dat het leuke hiervan is, het mooie van deze ontwikkeling, als dat inderdaad zo is, hè, als die beweging gaande is, dan zit die vooral in de digitale verbinding die er is. En die ontlast dus juist de fysieke verbinding. Hè, dus dan hoef je dus minder over en weer te gaan reizen. Dus het zou ook zonder allerlei additionele maatregelen, zou het in ieder geval enigszins de spreiding moeten bevorderen. Ja. En ik denk dat dat ook wel gebeurt, want je ziet het sowieso, je ziet het al, dat de top in Amsterdam, die verhuist naar mooie wijkjes ergens in Utrecht en overal en zo. Ja. Zelfs in de buurt van Nijmegen en zo komen ze dan terecht. En de middencategorieën komen toch een beetje in de sfeer buiten de stad ook terecht. Ja, ik denk dat dat echt gaat gebeuren. Dus dat is één kant. Tegelijkertijd wat je dus ziet, en dat komt niet zozeer door corona, maar wel door stikstof. En dat is helaas een dubbele whammy voor ons in Nederland. Is dat veel infrastructuur die al gepland was, langzamer van de grond komt. Dus er komt ook een rem op. Maar dat is in dit geval dus minder erg. In de zin dat de ontsluiting gewoon digitaal kan gaan, voor een deel. Ja. En toch, hè, even dat punt van die verbindingen, de fysieke verbindingen. Dat is nou typisch een voorbeeld wat boven het niveau van de gemeente en zelfs de provincie soms gaat. En dat is wel een punt, denk ik, dat we hebben de ruimtelijke ordening heel goed gedecentraliseerd in Nederland. Ik denk dat dat ook heel goed is geweest. Mm-hmm. Dat ook iets is wat je niet zou moeten proberen om te draaien opeens nu. Er wordt pas gesproken over een nieuw ministerie van Vrom en zo dergelijke. Nou, ik denk, dat lijkt mij een beetje ver gaan, maar wat je wel nodig hebt is doorpakken op hoe je hebt gedecentraliseerd. En bijvoorbeeld bij infrastructuur. Ja, zul je toch wel moeten kijken naar wat deze ontwikkeling betekent. En welke verbindingen zijn nou echt nodig om bepaalde gebieden te ontwikkelen. En dus ook aanbod van woningen mogelijk te maken. En daar zul je dus heel snel, heel bewust misschien een x-aantal gebieden aanwijzen. Die met voorrang ook van infrastructuur worden voorzien. Ja. En dan moeten die kosten weer gedekt worden uit de waarde van de bestemmingswijziging en dergelijke. Dus daar zitten allerlei dynamiek achter, maar... Dus je zou wat centrale regie willen hebben, denk ik, op het aanwijzen van zaken die gemeente en provincie overstijgend zijn. En die zijn er af en toe wel. Goed. Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, weet je ziet gewoon dat sommige dingen heel lang duren. En je hebt natuurlijk heel veel voorbeelden. Juist de grote steden hebben ook eigen grondposities. En zitten natuurlijk ook daardoor een beetje gevangen in. Ja, we moeten ook proberen om die waarde te benutten voor de dingen die... binnen onze stadsgrenzen waarde toevoegen. En dat is ook logisch. Mm-hmm. Die prikkels zijn er gewoon door dat systeem. En dan word je daartoe gedwongen. Dat betekent dat je net naar Noord, Amsterdam, dat je dan net buiten je grenzen, ja, dan stokt het dan. Terwijl dat misschien heel interessant kan zijn. Of richting Flevoland, of een ander voorbeeld, als je bij Zoetermeer of de snelweg rijdt, dan zie je opeens zo'n heel mooi station liggen. Slingerland, heet dat geloof ik. Lansingerland. En dat staat daar. En het is een heel mooi station met een eindpunt. En het eindpunt, daar is een leeg weiland. Ja. Nou, daar moet nog heel veel gebeuren vanuit Rotterdam. En dus, het is niet vanzelfsprekend dat dat goed gaat. Want die hebben natuurlijk ook hun eigen ontwikkeling in de stad, die ook geld kost. Dus je moet ergens durven, en dit is dan de NS die dat wel heeft gedaan. Nou, dan moet je, de rest moet ook komen. En daar heb je wat rijksregie op nodig. Af en toe om geschillen te beslechten en om door te pakken. En misschien af en toe een prikkel te geven. Door ergens geld voor beschikbaar te maken. Ja. Ja. En misschien toch ook wat politieke keuzes maken. Tom die noemt bijvoorbeeld de rol van de woningbouwcoöperaties. Die altijd bouwen wat een dempend effect heeft. Erfpacht. Je had het net ook over grondposities in de grote steden. Raakt het dan ook een erfpacht? Ja, dat speelt zeker mee. Maar even die woningcorporaties...
Ja, er zitten zeker politieke discussies in. En je zult zeker zien na de verkiezingen, maar ook al daarnaartoe, landelijk, zal de discussie over wonen gaan over, nou ja, één, over starters, maar ook zeker over ruimtelijke ordening. En ook zeker over die verhuurderheffing en dergelijke. Dat zijn wat mij betreft wel die standpuntjes waar ik, ja, weet je, is allemaal oké, kunnen we allemaal praten, maar het gaat erom wat ermee wordt geborgd en bereikt. Ooit was er sprake van politieke perceptie was dat er overwinsten zaten in de woningcorporatiesector. Als gevolg van de verkiezingsoperatie in de jaren 90. Tegelijkertijd was er een jaar of 10 geleden was er behoefte om juist meer het private segment te laten bouwen in de huur. En toen was er een coalitie van PvdA en VVD die dat een goed idee vond om een verhuurderheffing in het leven te roepen. Nou, dat zou je van kunnen zeggen nu dat je dat misschien anders zou willen doen. Maar ja, het is wel 2 miljard per jaar. Ja. Dus veel geld. En dus het is een keuze, politieke keuze en een financiële keuze. En meestal gaan die dingen heel erg samen. En dat is best wel zwaar, lastige keuzes zijn dat. Ja. Maar zeker, daar moet een keuze in gemaakt worden, hoe je daarmee omgaat. Ja, ja. Ja, politiek en financieel. En met name omdat het wat grotere vraagstukken zijn, die wat meer tijd kosten. En dan mocht het financiën komen natuurlijk verder onder druk te staan. Want, ja, het punt is, je zou het met één streep van de pen, kan je die verhuurderheffing afschaffen. Dat is het punt niet, hè? Maar dus los van dat je dan geld nodig hebt, want dan moet je het ergens anders vandaan halen of whatever, maar je moet ergens een andere financiële keuze maken die ook fors is, want het is een bedrag, is dan nog maar de vraag wat er gebeurt. Ja. En dus je kunt ook zeggen, en dat is een idee die nu ook wel spelen en die ook wel gebeuren, is hervorm die verhuurheffing naar een heffing die investeringen niet remt, of in handen voor. En kijk of je daar een beetje een beweging in kan maken. Nou, zo wordt er een middenweg gezocht. Nou, dat lijkt mij ook wel. Dat lijken mij goede ideeën. Ja. Oké, ik kijk ondertussen even met een schuin oog. Er komen nu op dit moment geen nieuwe vragen binnen. Ik denk dat het nog genoeg borrelt bij iedereen. En dat dat later op een later moment van deze livestream kunnen gaan. Tenzij jij nog één uitsmijter hebt waarmee je zegt van nou, dit wil ik je in ieder geval ook met name jullie als hypotheekadviseur, want iedereen, je zei altijd over de keten, iedereen heeft zijn rol daarin natuurlijk. Wat zou je ons nog meer willen meegeven? Nou, ik zou het 2 dingen heel fijn vinden. De ene is maatschappelijk algemeen en de andere is NHG. Maatschappelijk gezien zou ik het heel fijn vinden als we met elkaar allemaal durven te zeggen tegen mensen dat het niet zo verstandig is om helemaal tot hier te lenen. Ook wijzend op de problemen die er voor mensen zelf, maar ook in de samenleving daardoor ontstaan. Waarbij het altijd ieders eigen verantwoordelijkheid is en binnen de wet mag alles. Hè? Dus natuurlijk is dat zo, maar ik denk dat juist als adviseur waar je goed contact interactief met mensen hebt, dat het heel goed is om dat altijd erbij voorop te zetten. En tegelijkertijd zoek je naar mogelijkheden natuurlijk. En, maar meegaan in het opstoken van het vuur is lastig. En dat vind ik een mooie opdracht voor ons allemaal, maar zeker ook aan de advieskant. Om mensen hoe verleidelijk het ook is, met lage rentes natuurlijk, om veel te lenen. Ja. Het is verleidelijk en voor een deel is het ook echt, dat biedt je echt ruimte, dus dat is ook fijn. Maar wees wijs en wees verstandig. Ik ga ervan uit jullie dat gewoon doen, maar dat lijkt mij in ieder geval een heel belangrijke. En wat ons betreft, ja, ik probeer dat vaker te zeggen, maar ik hoop dat jullie dat ook doen. Leg ook uit, vooral als mensen een hypotheek sluiten, en zeker als starters en wel hoog zitten in de schuld, in 100%, dat ze NHG zien als een zekerheid en een vangnet. En dat ze daarmee niet zozeer toegang tot een hypotheek krijgen, maar toegang tot een vangnet. En waar dat voor is. Dat is ook onderdeel van die eerste boodschap, denk ik. Maar het is ervoor, omdat als er straks weer eens meer mensen werkloos zijn dan we nu hadden gehoopt en met restschulden komen, dat je dan toch kunt blijven wonen of makkelijker van je huis af kan komen. Ja. En liever dat dan de rentekorting, alsjeblieft. Dat zou ik heel mooi vinden. Ja. Ja. Nou, er kijken genoeg adviseurs mee en degene die niet meekeken, ik neem het mee naar huis, zal ik maar zeggen. voor nu, Arjan, wil ik je heel erg bedanken voor jouw bijdrage. En aan de kijkers thuis, hartstikke bedankt voor het meekijken. Heb je nou nog een vraag of een suggestie? Je kunt hem nu nog heel even in de chat kwijt. En anders
kun je via de kanalen, social media en de website je vragen ook bij ons. Maar ook rechtstreeks, denk ik, jullie zijn ook te bereiken met vragen, opmerkingen of input voor de discussie. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, jou, Gijs, hartstikke bedankt. Yes. En is Tom ook nog. Maar ja. Ja, we zouden hem eigenlijk even in de stream moeten uitnodigen. Hè? Maar dan zou het misschien nog langer gaan duren. Dan laten we dat maar niet. Ja, dan gaan we wel iets door. Ja. Als het weer offline kan. Hey, voor nu heel erg bedankt en graag tot een volgende keer. Oké, dankjewel.